Breaking news, want we staan hier in de Goffert. Er is nieuws en dat betreft Lasse Schöne. Want Lasse Schöne gaat nog een seizoen door bij NEC. Dat heeft de speler en de club bekend gemaakt. Nou, lange tijd was het onduidelijk, hè. Wat gaat hij doen? Heeft hij zijn laatste wedstrijd misschien al gespeeld in de Goffert? Zegt hij van nou, ik wil nog gewoon door. Het was speculeren. Het duurde lang. Maar het hoge woord is er dus uit. Hij blijft nog een seizoen bij NEC. Dat was ook voor mij een vraag aan hem van ja, waarom heeft het dan zo lang geduurd en ja, kan het lichaam het ook nog wel aan? Is hij nog fit genoeg om een seizoen door te gaan? Ja, het lichaam kan het zeker aan, ja. Dat is absoluut. Het is soms meer de bovenkant, maar mijn lichaam voel ik me goed. En wat ik ook zeg, ik heb niet alleen de wedstrijden zin, maar ook ik kom nog steeds met plezier naar de club en ik denk dat het ook heel belangrijk is. Heeft het ook nog te maken dat Rogier ook nog een jaar blijft? Nou, dat was wel een van die dingen van wat zou volgend jaar gebeuren op de beginnerspositie. Ja. Ik zie dat jij nog alle plezier hebt in het voetbal. Dat je denkt van nou ja, dan blijf ik toch nog wel een jaartje. Nou, dat is het ook. Ik heb er nog steeds plezier erin. En wat ik zei, ik kan heel goed met de trainer. Natuurlijk samen gevoetbald, maar ook nu al 3 jaar heb ik onder hem gespeeld. Dus iedereen weet wel hoe de relatie zit, ja. Dus ik is wel, dat was wel een van de dingen wat wel afgevinkt moest worden, zeg maar. Dus. Ja, mooi nieuws dus. Dit Lasse Schöne ook volgend seizoen dus nog te zien hier in de Goffert. Hij blijft dus gewoon nog een seizoentje bij NEC. Dit was een extra NEC-update. We zijn er heel snel natuurlijk weer met een nieuwe update. En tussentijd volg je het laatste nieuws via mijn social media kanalen. Ik zeg graag tot de volgende.